En zo blijft Robben in het kielzog van Adrian Lewis. Nou, tot vandaag. Hoogste gemiddelde van alle spelers in de IDL is Adrian Lewis. 34-11 over het gehele toernooi. Dat is 102-33. Dat is veel. Van Barneveld zit er vlak achter. Daar vlak achter zit James Wade. Allemaal mannen boven de 100. Het is toch zeldzaam dat er zoveel gemiddelden boven de 90 zitten. 140. Robben nog niet op een finish. Lewis mag zo terugkomen voor de dubbel 15 en voor de 4-2. 100. En dan heeft hij het gaatje weer geslagen van twee legs. Dubbel 15 in één keer. 4-2 voor Adrian Lewis. Ja, het is aanhaken voor Robben. Maar deze man speelt uitstekend hier in Nijmegen, Adrian Lewis. En wacht als jong talent ook nog op zijn eerste echte tv-toernooi. En zou dat dan misschien in Nijmegen gaan gebeuren? Hij stond vorig jaar in mei in de finale van de World Series of Darts in Amerika. En ook dit jaar zullen alle PDC-spelers na dit toernooi weer de richting van Connecticut opgaan in Amerika. 95. Om daar te gaan spelen. Het is alleen altijd met dit soort spelers in zo'n toernooi. Als je goed bent, je zit in een flow. En dat kunnen we toch wel noemen met Lewis die zijn tweede 180 gooit. Als je in zo'n flow zit van goede wedstrijden, heb je er altijd eentje tussen die net niet lekker loopt. Ja, en die moet je dan ook winnen. En dat is ook weer een fase waar Lewis doorheen moet. Straks natuurlijk in die tweede ronde. Lewis nu al verzekerd van de eerste plaats in zijn groep. Hij zal dus in de volgende ronde gaan uitkomen. 100. In de groep met Tony O'Shea. Terwijl Lewis naar tops gaat. Dubbel 10 voor de 5-2. En dit zijn de eerste darts op een dubbel die Lewis mist. 114 voor Robben. Triple 20. Nee. En dan mag Lewis weer terug. Ja, zonde. Je moet dan in ieder geval die 20 gooien. 82. Geef je Lewis de kans voor dubbel 10. En Lewis mist niet veel. Nee, de toernooi al niet. Adrian Lewis. Zijn tweede break. De legs van Mario Robben en dan Lewis nu zelf om de partij af te maken. Ja, en we kijken toch wel naar een van de mensen echt die in vorm is op de IDL. Adrian Lewis meldt zich toch echt wel in de tweede ronde, ja, als een outsider. Ja, en de groep waar die in komt, we hadden al de naam van O'Shea gemeld. Ook Wayne Mardell en Simon Whitlock zitten in die pool. Dus die pool is dan vol. Dat betekent automatisch dat Martin Adams in de pool komt met Gary Anderson en Gary Robson. Samen met Mark Duttbridge. Het zijn geen verkeerde pools de komende dagen. De wedstrijden worden alleen maar leuker en leuker. Zeker met dit soort verrassingen toch. Als Lewis die zich zo aandienen. Dat is leuk voor het toernooi. Ja, goed voor het publiek. En voor ieder die dat leuk vindt. Er zijn nog wat kaarten te verkrijgen hier aan de kassa in Nijmegen. Als u er een keer bij wilt zijn, bent u van harte uitgenodigd. 60. 57. Lewis even wat mindere lek. 3 willen niet meer zo makkelijk. Get in.
99. Dus krijgt Robben zo dadelijk de kans om Lewis terug te breken. Die gooit er nog wel wat druk op. En wat voor druk. 180 gooit hij er nog even uit zo op het eind. Robben, 104. Triple 16 voor dubbel 18. Dubbel 18 voor Robben. Ah, als had hij aardig weggekomen. Lewis, dubbel 8 voor de 6-2. En daar is hij in één keer. En dat zegt genoeg over deze man. Dit is Adrian Lewis. Een gemiddelde van bijna 102. En staat hij toch weer uitstekend te spelen. Klaart hij dit klusje. Lewis met 102 door naar de volgende ronde. Hou die naam in de gaten. Robben, voor hem is het over. Maar Adrian Lewis, dat is een man.